Soms zijn er processen binnen je instelling die een vaste vorm hebben. We kunnen de Cloud Management Portal hierop aanpassen door gebruik te maken van zogenaamde hooks. Hooks zijn punten in het bestelproces waarin of dat wij extra functionaliteiten toe kunnen voegen, zoals het sturen van een e-mail of het uitvoeren van een extra script. Ik ga een aantal hookmogelijkheden laten zien. En het is voor jullie is het mogelijk om zelf deze hooks te ontwikkelen, waarna wij deze beschikbaar stellen in de productieomgeving. We hebben hiervoor een pilotomgeving beschikbaar waar je los toegang voor aan kunt vragen. Als je zo'n hook wil maken, dan noemen we dat een action. En er zijn een viertal verschillende actions die beschikbaar zijn. Eerst is een Cloudbolt plugin, ander is een remote script. Die heb je al gezien bij de blueprints. Dan hebben we ook nog de webhook en de e-mailhook. Een Cloudbolt plugin, daarvan zijn er een aantal die zijn al beschikbaar. En je kunt deze ook helemaal nieuw maken. Bij een nieuwe plugin kun je vervolgens definiëren wanneer of dat deze gebruikt moet gaan worden. En wat daar de inhoud van is. De inhoud in het geval van een Cloudbolt plugin is altijd een Python script die je zelf in kunt vullen of kunt uploaden. Er is nu een test aangemaakt. Hij is nog leeg. En het is vervolgens de bedoeling dat hier zelf Python code in toegevoegd wordt. Als de Python code doet wat jullie willen dat hij doet, en hiervoor kun je de documentatie gebruiken die hier staat, dan kun je deze downloaden en vervolgens aan ons geven zodat wij deze in de productieomgeving aan kunnen maken. Dit was het geval voor een Cloudbolt plugin, een remote script. Is een ander type plugin. En een remote script is code die wordt uitgevoerd op de server die wordt aangemaakt. Dus denk hierbij aan het installeren van updates, het installeren van applicaties, het doorvoeren van aanpassingen die nodig zijn, het plaatsen van SSH-keys en dergelijke. De derde mogelijkheid is een webhook. En in een webhook sturen we op het moment dat dat nodig is vanuit Cloudbolt, vanuit het Cloud Management Portal, een HTTP-request naar een op te geven endpoint met een inhoud die nodig is om bijvoorbeeld bij jullie een nieuwe actie uit te voeren, zoals het registreren van een hostname in DNS, het aanpassen van een DHCP-server configuratie bij jullie in de instelling en dergelijke. En dan hebben we als laatste nog de e-mailhoek, waarbij er op een punt dat nodig is, bijvoorbeeld een studentenadministratie een e-mail gestuurd wordt, omdat een student veel resources verbruikt.